Hi guys, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag geef ik jullie een kijkje in mijn eigen schoenenkast samen met Omoda. Ik heb de afgelopen weken een te gekke serie gemaakt. Vond ik zelf heel erg leuk om te doen. En dat heette In Her Shoes, waarbij ik een kijkje nam in de schoenenkasten van mijn favoriete modemeisjes. En toen dacht ik, is het niet een goede manier om deze serie af te sluiten met mijn eigen schoenenkast? En nu heb ik een tijd geleden ook een video gemaakt van mijn volledige schoenencollectie. Dus ik wilde het wel wat vernieuwender maken en ook nog een beetje bijzonder houden voor jullie. Dus deze video focust zich vooral op de schoenen die ik de afgelopen tijd heb aangeschaft. Dus dit zijn eigenlijk allemaal nieuwe paren. Sommige hebben jullie nog niet gezien. Sommige hebben jullie misschien af en toe op social media zien voorbij komen. Dus ik zou zeggen, zonder te veel te kletsen, laten we beginnen. Ik mis nu eigenlijk iemand die mij interviewt en leuke vragen stelt, maar ik doe het wel gewoon zelf. Ik heb al mijn schoentjes meegenomen die dus nieuw zijn. Dat vond ik wel even belangrijk. Ik heb ze neergestald in mijn geïmproviseerde schoenenkast. En wat ik heb gemerkt aan mezelf is dat ik de afgelopen weken / maanden best wel veel platte schoentjes heb gekocht. Voorheen was ik wel echt van de hakken en ik wilde zoveel mogelijk de lucht in. En de afgelopen weken vind ik het ook wel lekker om heel erg veel plat te gaan. Maar dan wel exemplaren die toch een beetje opvallen. Ik merk dat ik heel erg neig naar metallics. Ik merk dat ik neig naar printjes en een beetje dierenprint. Dus ik begin met de platte collectie. En die ligt hier. Waarvan ik eigenlijk ook meteen heb gemerkt dat ik dus best wel wat sneakers aan het verzamelen ben. Terwijl ik daarvoor niet echt een sneakermeisje was. Deze vind ik bijvoorbeeld heel tof. Die heb ik al een keertje eerder laten zien in een video met Nicole. Nee, met Lisbeth. Met Lisbeth. Toen hadden we allebei toevallig Stan Smiths aan van Adidas. En dit is met een panterprintje. En ik vond dit wel tof dat het net wat anders is dan de normale witte die iedereen heeft. En van Helene heb ik geleerd dat ik sowieso witte sneakers in mijn kast moest hebben. Dat was een soort van must volgens haar. Helene is van Helene Hulsman, waar ik heel erg vaak kom. Dus toen ben ik op advies van Nicole, heb ik toch maar deze jongens gehaald. Maar dan zonder de diertjes. Dit zijn Nubix sneakertjes. En ik vind wel met witte sneakers, het is echt zo, je kunt ze echt met alles combineren. Dus ik heb vandaag heel bewust een soort van standaard outfit aangedaan, waarbij ik een print boven heb en dan een jeans onder. Maar ik merk dus dat eigenlijk alle schoenen die ik nieuw heb gekocht ook bij al die dingen wel kunnen. Dus dat is, vind ik, wel een heel fijn iets aan, vooral aan witte sneakers. Ik ben ook best wel heel erg verliefd op loafers. Is denk ik een understatement om het zo te zeggen. Ik ben echt behoorlijk verliefd op loafers. Ik vind dat iedereen beter wordt van een goede loafer. En ik heb nu bijvoorbeeld de schoentjes die ik nu aan heb, dat zijn die van Gucci. Dit zijn de gouden, heerlijke gouden opvallende loafers met een heel klein hakje. En ik merk dat ze eigenlijk bij alles wel kunnen en dat iedereen heel vrolijk wordt als ik ze aan heb. Dus ik krijg er heel veel complimenten over. Maar ik heb ook twee loafers die wat minder opvallend zijn. Deze. Dit vind ik echt een hele leuke met een soort van metallic zilveren glans erop. Dit is van Via Vai. En dit is gewoon een hele chille everyday loafer. Ik zou dit met een jeans aan kunnen trekken, maar ook met een jurkje. Ik vind dit onder een flared broek ook heel erg leuk, dus met wijde pijpen. En deze, die zijn van Supertrash en die hebben een soort van een beetje een fluwelige bovenkant. Maar ze zijn dus met cutouts. En dat vond ik vroeger altijd best wel eng. Want ik dacht, ja, is dat wel chic? En dan zie je zoveel voet er doorheen. Maar ik moet zeggen dat ik daar best wel aan ben gaan wennen. En ik vind het wel een hele fijne schoen, omdat het best wel chic is. En je kunt het ook overdag aan. En als je dan 's avonds uit eten gaat, kun je ze nog mooi oppimpen. Dus dit is wel echt wel een schoen voor de lente sowieso. Wat ik een hele fijne vind. Deze zijn mijn meest opvallende laarzen. Die hebben jullie misschien al wel eens op Instagram gezien. Dit zijn gouden metallic laarzen van Saint Laurent. En het zijn een beetje Dr. Martin-achtige schoentjes. Dus het zijn kisten. Best wel grof aan de voet. Maar ik vind ze toch nog wel heel elegant. Ik heb ze heel veel gedragen met een zwarte pantalon. Ik draag ze best wel veel met deze jeans. Omdat ik dat contrast heel leuk vind. Dat het een beetje zo'n Engelse look geeft. En ze zitten onwijs lekker. Ik merk wel dat ik me hierin minder elegant voel dan in andere laarzen. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik draag deze echt op momenten dat ik denk, vandaag is meer een soort van stoere dag. Een tough day. Deze jongens heb ik heel veel aan. Dit is van L'Enfant Terrible. En dit is een soort van cowboy boot met een
Rits en gespen. Wat ze niet heel handig maakt, dat zeg ik heel eerlijk. Ik heb ze best wel een paar keer aangehad tijdens het vliegen. En het was niet een hele slimme keuze, want je bent lang bezig bij het in- en uitchecken. Maar ik vind ze heel erg tof en ik vind zo'n model laars ook altijd goed. Dus onder een strakke broek zijn ze heel mooi, maar ook onder een pantalon. En ik heb dit best wel vaak gecombineerd met een tuinbroek, geloof ik. Dan vind ik ze ook leuk, want het is gewoon een beetje een soort van schattige, coole vibe. Normaal gesproken ben ik dus heel erg van de pumps, maar de afgelopen tijd heb ik me stilgehouden en ik heb gewoon niet te veel pumps gehaald. Maar één ding wat ik wel moest door Nicole, jullie weten gewoon hoe dol ik ben op haar stijl. En zij had het over slingbags en toen besefte ik me dat ik eigenlijk niet echt een slingbag in huis heb. Dus toen ben ik gezwicht voor deze. En een slingbag is dus een band zo achter bij je enkel. Dus dit maakt ze inderdaad wat spannender dan gewone pumps. En dit model is van Peter Kaiser. Ik kende dat helemaal niet, maar ik vind ze gewoon heel erg cool. En ik vind dat grafische mooi. En als je ze van dichtbij ziet, zit er een soort van relief in. Eigenlijk alsof een soort kunstenaar met een penseel eroverheen is gegaan, wat ik tof vind. En dit is zo mooi onder een spijkerbroek. Dit vind ik echt heel erg sexy. Als je dan een witte blouse hebt met deze slingbags en gewoon een regular jeans en een riem. Ik vind dat echt wel een van de fijnere outfits. En op het gebied van extreme hakken ben ik toch ook wel losgegaan. En heb ik deze jongens van Saint Laurent wel al een tijdje geleden hoor. Dus misschien heb je ze al gezien. Maar ja, natuurlijk echt absurd. Maar ik vind ze gewoon heel leuk en ik word er blij van. En ze zitten verrassend lekker voor hoe hoog het is. Maar kijk, ik denk altijd dat dit de lengte is die ik had moeten hebben. Dus zeg maar. En tot slot twee best wel opvallende sneakers. Deze zijn van Prada. Ik moet zeggen, ik weet nog niet of dit een miskoop is geweest of niet. Want ik heb ze uiteindelijk gewoon echt maar 3 of 4 keer aangehad. En dit zijn sneakers met een hele spannende soort van, eigenlijk hele foute relief van steentjes erop. Eigenlijk is het van alles te veel. Te veel shimmer. Het is sneaker met loafer in één waarvan ik denk, I'm not sure. Maar ik vond ze gewoon zo leuk toen ik ze zag. En ik dacht, oh, dit gaat echt alle simpele outfits een boost geven. Maar op een of andere manier trek ik ze niet heel vaak uit de kast. En met deze Nike's ben ik heel blij. Deze heb ik zelf gecustomized. Dit zijn de Nike Air Max 95 HTM. Ik moet wel spieken. En als het goed is, dit de volledige naam. En ik heb ze dus gecustomized. Maar je hebt ook een versie die echt bijna zo eruit ziet. Ja, ze zijn gewoon zilver, metallic, grof. Ik had ze op Instagram geplaatst. Ik kreeg heel veel comments, dus daar was ik wel verbaasd over. Maar ook wel een aantal mensen die zeiden, sorry, dit is echt te grof. Maar ik vind dit wel een aanrader op sneakergebied, omdat het gewoon net wat meer een soort van flair geeft of zo. Het valt gewoon heel erg op. Mannen vinden het heel leuk, vrouwen vinden het leuk. Ik weet niet. Ik zou toch wel aanraden om iets van een opvallende sneaker te hebben. Of een witte of zoiets. Omdat ik nog niet officieel afscheid kan nemen van In Her Shoes, dacht ik, laten we nog één keer die klassieke vragenvuur doen. Doe met mezelf. Dus daar gaat-ie. De Balenciaga zwarte laarsjes. Die heb ik inmiddels al 5 jaar, 4 jaar of zo. En ik draag ze nog steeds met heel veel liefde. Ik denk Saint Laurent laarsjes met een puntneus en een kittenhiel. Omdat ze eigenlijk na 1 keer dragen al kapot waren. Ik denk echt dat iedereen beter wordt van een goede, mooie loafer. Kan van ieder merk zijn, maar het is gewoon heel klassiek en altijd goed. Oeh, ik wil heel graag op dit moment Dior laarzen. Dat zijn ja, de hele mooie limited editions met bloemen en zo. Dat is prachtig. Hakken. Goede loafer of toch een slingback? Is al een keertje genoemd, maar het is echt mijn shoe icon Leandra Medine van Man Repeller. Omdat haar schoenenkast echt de kast is waar ik zeg maar verliefd op werd toen mijn schoenenobsessie ontstond. Dus ja, ze blijft de koningin van de schoenen. De ultieme shoe tip is om ze heel goed te verzorgen. En stal ze ook allemaal uit, zodat je weet welke paren je nog mist en wat je eventueel weg kan doen uit je kast. Dat vind ik altijd wel heel fijn werken.
En dit was het. Dit was een kijkje in mijn schoenenkast, een updated versie ervan. Waarbij ik eigenlijk vooral de focus heb gelegd op de nieuwste paren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat het jullie ook wat inspiratie heeft gegeven voor de komende maanden als het hopelijk wat warmer wordt. En vergeet ook niet op de link te klikken in de beschrijving. Daar vind je heel veel verschillende schoenen die ik heb geselecteerd bij Omoda, die allemaal in deze stijl zijn. Dus als je nog nieuwe schoentjes zoekt, kan je daar zeker wat vinden. En daar vind je ook toffe backstage materiaal en een mini-interview met mij. Dus dat lijkt me altijd wel leuk. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie volgende keer weer. Doei!